mooi f***. God, jezus f*** Christus, ouwe. Tim, kijk nou waar je hangt, joh. Hou je mond, joh. Ik hang 20 meter boven de vloer. Dit is nog niet eerder gebeurd in geen enkele aflevering van CookTV. Ik kan wel janken. Op 20 meter hoogte, hou toch op. Ik kan niet meer, jongens. Echt. Hey Tim, heb je nog een beetje zin in? Ja! Welkom bij een nieuwe aflevering van CookTV Coolbox. Ik ben Nick. En ik ben Tim. Ja, en het is vandaag wederom een nieuwe aflevering, maar niet zomaar een aflevering. Nee, het is een hele bijzondere aflevering. Want Tim, we moeten onze scores even in beeld brengen. Die komen nu in beeld. En wat komt eruit? 7. 7! Dat we vandaag erachter gaan komen wie de uiteindelijke challenge gaat winnen. Maar dat doen we door vandaag weer een challenge te doen. Maar wat we gaan doen? Ja, ik weet het niet. Ik heb niks ingezonden. Nee. Ik ook niet. Hoi, ik ben Monique. De Frischchicks zijn hier. Hallo. Ja, wij hebben een hele leuke uitdaging van jullie. Want jullie hebben een heel jaar lang gestreden. Ja, en nu is het gelijk stand. Dus we moeten eigenlijk wel even een goede eindbattle voor jullie verzinnen. Tim, jij houdt natuurlijk ontzettend veel van hoogtes. Ja, en Nick houdt heel erg van in het donker zijn. Ja, en wij zijn niet de slechtste. Dus wij hebben daar iets voor jullie op bedacht. Dus jullie mogen daar nog om gaan battelen. Volgende week gaan we jullie ook zien. Ja, want dan hebben wij een grote December battle tegen elkaar. Ik ben benieuwd. Nou, succes jongens. Jullie kunnen het. Doei, geniet ervan. Geniet te genieten. Ja. Hier staat dus in wat wij vandaag gaan doen, Tim. Wie leest het voor? Ik. Tak. Zou dit een hint zijn? Nee, dat heeft er iemand gewoon ingedaan. Lieve Tim en Niek, oftewel CookTV Coolbox. Spannend. Jullie zijn geëindigd in een 7-7 gelijk spel. Tijd om te beslechten wie dit jaar het vaakst uit zijn comfortzone is gestapt. De challenge van vandaag is zowel dreigend donker als huiveringwekkend hoog. Hebben ze iets met hoogte. Ik heb wat hoogtevrees. Ik weet niet of je het weet, maar als je een beetje CookTV Coolbox hebt gevolgd, dan weet je dat. De camera. Deze shit, man. Nee, je kan het wel. Ja, dat vind jij verschrikkelijk. Maar de dreigende duisternis vind ik ook niet heel erg bemoedelijk klinken. Wat gaan we doen? Geen flauw idee. Een route. Dat is dus de speurtocht in het bos. Ja, dit is het bos waar we nu zijn, denk ik. Ja, tuurlijk. Dus we moeten die kant op. Nee, wacht. Volgens mij. Die kant. Oh nee. Daar rijden auto's, dat klopt niet. Nou ja, dan kunnen we maar één kant laten op. We gewoon die kant op, ja. Maar ik moet winnen vandaag, belangrijk. Ja, dat hoop je, jongen. Dat hoop je. We moeten wel een beetje opschieten, want dan wordt het zo donker. Volgens mij is het daarheen, man. Of niet? Dat is maar goed. Goed dat we niet samen hoeven te werken vandaag, want we kunnen het daar niet. Nick, dit is een dom idee. Ja, dit is echt een dom idee. Ik dacht dat dit wel ging. Auw! Auw! Auw, gast. Hierheen? Ja. Oké. Nou, dit kan niet missen. Volgens mij moeten we bij jou zijn, of niet? Ja, dat klopt. Onze challenge. Ja. Hoi, ik ben Nick. CookTV Coolbox. Hoi. Hoi, Tim. Wat heb jij allemaal bij je? Ik heb hier allemaal klimspullen. Klimgordels. Oh ja, shit. Jullie gaan hier de hoogte in. De hoogte in? Waarin? Ja, in de bomen. Zelf klimmen? Zelf klimmen, ja. Er zitten hier kabelbanen, toppelbanen. Ja. Waar jullie naar de overkant gaan glijden. Er zitten ook hindernissen, bewegende onderdelen. Waar ja. je overheen moet klimmen en balanceren. Oké, okay. Ja, dat is lekker, Tim. Jij is zo relaxed. Maar hoe hoog is het ongeveer, Alet? Ja, 20 meter. 20 meter? Ja. Wie uiteindelijk het snelste de route door is gekomen, die wint de challenge. Oh, dus het wordt een race? Ja. Oké, dat vind ik wel mooi. Dat ja, dat weet ik nu mooi. Weer. Zie ik Tim alweer met zijn atletische lijf hier doorheen klauteren. Dan kom ik weer als de lange slungel door al die dingetjes heen. Dat gaat helemaal mis natuurlijk. Maar ik ga mijn best doen in ieder geval. Oké, nou ja, laten we beginnen. Waar moeten we naartoe, Aletta? We gaan die kant op. We gaan die kant op. Ja. Oké. Nee, maar top. Is het niet erg dat het regent? Nee, we zijn niet van suiker. Ik ben absoluut van suiker. Kristalsuiker. Jullie klimmen straks met deze haak. We noemen dit een zaza. Drijven we over een metalen plaatje. Zo werkt dat. De kabel mag je vasthouden. Die zaza die komt vanzelf wel achter je aan. Als dit bordje ziet, ja? Dan is het een toepelbaan. Maakt het wel iets meer een uitdaging. Een uitdaging? Ik vind het doodeng. Oh, ik krijg iets meer zelfvertrouwen ineens. Dan.
ik excuseer me alvast voor het gegil dat ik de hele bos wakker maak. Of dat ik het gewoon oprecht niet ga doen. Ja, ik denk, je denkt nu dat ik voor het item even een ding doe, maar dat doe ik niet. Ik zweer het. Nee, ik wil nog één keer eventjes kijken naar dat fragment van vorige keer. Dat was dus 4 meter hoog, hè? Bij nu... daglicht, in een Hawaii pakje. Kan ik eventueel ook terug? Nou, het punt is binnen, denk ik. Nou, we gaan het kan weten. We gaan nu naar de eerste route. Ja. Dit is de minst moeilijke nog. Voor jullie wel. Het is een race, maar laten we gewoon afspreken. Jij wint dit, prima. Maar ik moet... Nee, je hebt een ziel voor de tent. Ja. Oké, maar we gaan wel de tijd bijhouden. Tim. Ja? Hoe is het daar? Ja, f***ing hoog. Kijk. Ben er bijna. Ik ben bijna huilen, gast. Ik zweer het. Ja, dat is een eng stukje. Hey, Tim, waar ben je? Tim. Hier, Tim. Hier moet je langs. Okay. Ik kan wel janken. Serieus. Tim, kijk nou waar je hangt, joh. Dit is toch niet goed? Kijk eens naar beneden, joh. Hou je mond, joh. Je ziet mijn hele gezicht. Ja. Zie je dan ook het totale verdriet en de doodsangst in mijn gezicht? Nee, ik kan het niet, maat. Ik zweer het echt, het spijt me. Goed zo, Nick. Ik hang 20 meter boven de vloer. Goed zo. Nou, dit wedstrijdje ziet er iets anders uit dan ik dacht. Die wedstrijd, ik geef het je met heel mijn hart. Lekker brouw. Ja, nu dan. Hoe moeten we terug dan? Hoe moeten we terug? Wat zijn we nou in godsnaam weer aan het doen, jongen? Twee jonge jochies, het sneek, staan ze hier. Op 20 meter hoogte. Gast. Houd toch op. Tim, durf jij dit nog? Hoezo vraag je dat dan weer aan mij? Nou, omdat ik het voor mezelf al weet. Ik kan niet meer, jongens. Echt, ik kan me geen stap meer zetten. Echt niet. Jongens, blijven staan. Ik kom eraan. Oké, thanks. Serieus, jongens. Dit is nog niet eerder gebeurd in geen enkele aflevering van Coke TV. Nou, we hebben wat te vieren, niet? Ja, wat was er nou zo eng? Dat ik hier in mijn eentje in een bos aan een touwtje hang. Ik denk dat dat de reden is dat ik dacht, nah. Uit je comfortzone. Nou, ja, ik heb het gedaan. We zijn niet net binnen die comfortzone gebleven. We zijn niet echt eruit gegaan. Wat wil je nou voorstellen? We moeten even beraden hoe we dit verder gaan doen. Kom, we gaan eerst even opwarmen. Dit is misschien dus inderdaad een hele domme vraag, maar hoe vind je dat wij het gedaan hebben? Jullie hebben zeker je grens belegd. Jullie zijn wel vrij in het begin gestopt, maar begonnen met een moeilijke route. Hebben we nog een minder moeilijke route dan? Die hebben we zeker. Oh mijn god, ik... Dan moet je hier de verandering brengen. Oké, jongens, dit programma gaat over uit je comfortzone gaan. We hebben dat net één keer al gedaan, maar we dachten we moeten het nog één keer doen. Start nu een heldhaftig muziekje in. We gaan ervoor. Kom op, Tim. Zo, Nick, die is echt een goed eind weg al, ineens. Die is al bijna bij het stukje waar je de bungee moet doen. Maar daar ben ik zo bang voor, dus ik heb gezegd dat ik hier verwacht en toekijk. Want die bungee, dat zie ik echt niet zitten. Oh, en het begint ook nog harder te regenen nu. Ik kan dit niet. Hij gaat voor de vrije val. Oké, jongens, klaar? Dan gaan we. 3, 2, 1. Oh my f***, God, Jezus Christus, ouwe. Oh, hoe was dat? Ik raakte in paniek, man. Ik zag het. Mijn voet bleef ook half hangen, ouwe. Ik zag gewoon een boomtop, maar ik zie nu pas hoe hoog dat is. Oh. We hebben zoveel shit gedaan, maar dit was echt verreweg het allerengste wat we gedaan hebben. Ik ben heel trots op je dat je ja, zo ik ver... Ja, ook. Absurd, toch? Zo ver. Toen wij net in dat hockey zaten, daar, toen dacht ik, oh jee, we komen terug zonder item. Voor het eerst. Ja. Ik heb geleerd dat als je iets echt niet wil doen, dan moet je het gewoon niet doen. Dus, zo is het ook. Ik denk dat ik ver genoeg buiten mijn comfortzone ben gegaan dit hele jaar. Absoluut. Maar ook vandaag weer. En ik ben ontzettend trots op jou dat jij het gedaan hebt. Ik had het niet verwacht vandaag. Bizar. En ik kan wel zeggen dat dit een van mijn lievelingsdagen is. Ik vond het helemaal super. Er is natuurlijk maar één winnaar van dit jaar. En ja, het stond 7-7. Nick, jij hebt als enige een punt verdiend vandaag. Ja. Dus mag ik je hartelijk feliciteren dat jij toch echt de Coolworks 2019 gewonnen hebt. Yes, ik ben er heel erg blij mee, Tim. Jij hebt ook echt mooie dingen gedaan dit jaar.
We hebben beide mooie dingen meegemaakt uit de comfortzone. Ik vond het een topjaar. Jij vindt dit vast een hele leuke video als je hem ziet. Vonden jullie nou ook een leuke video? Laat het dan even weten. Doe een duimpje omhoog en laat een reactie achter. Ja, vinden we super leuk. Ja. Dit was hem. Dikke later! Ah, dat jij gewonnen hebt. Ja. Dat had je niet verwacht, hè? Nee. Ik wel! Gewoon niet eerlijk. Ik heb gewoon een hoogtevrees.